Ter Schegert, slordig weer. Bendadi. Mee moet Bellassan. En daar de kopbal en de goede redding van Jansen. En in tweede instantie de goal. Maar het is buitenspel. De Brito Rocke keurt hem af. Bendadi is de man van de voorzet. Daar is het zeker geen buitenspel. Maar de bal komt terug van de doelman. En hier stond Hak wel buitenspel. En geen voorsprong voor de ploeg van Landskraai junior. Nu Mulder. Precies in de handen van Schimmel. Adnane, Ter Schegert. De Leeuw. Lahmoetsi, de voorzet en daar de goal. Daar is het 1-0 door wie anders, de topscorer. Robin Mulder, zijn vijfde. Robin Mulder mag de bal afmaken. Na de voorzet vindt hij nu wel het doel achter doelman Schimmel. Bendadi, nu? Nee. Net ronde door, Hak, maar uit de tweede lijn. In het zijnet van de Meirakker. De Jong. De Graaf. Voor de goal is Mulder. En daar is ook Lahmoetsi. En daar ligt de 2-0 binnen. Het is zo gemakkelijk. De achterlijn halen. De voorzet. De inkomende man. En de goal was getekend. Saïd Lahmoetsi. Soufian Lahmoetsi. Soef. Daar was hij. Van der Voort. Van 1 en van de Meirakker. En dan dit, de Graaf. En zit hij of zit hij niet? De Brito heeft geen doellijntechnologie. De Graaf zegt dat hij zit. Ik denk dat hij niet zat, maar we kunnen het misschien zien. Nee, geen doelpunt. Landskraai junior predikt geloof en hoopt dat zijn ploeg er nog in gelooft, maar... De 2-0 die op het scorebord staat is veel. En daar is het de Graaf. De Graaf mag hij ook scoren. Ja, dat mag hij. De spits van GVVV, die zo lang droog stond, maakt zijn vierde. En dan hebben de drie meest aanvallende spelers van GVVV allemaal gescoord. Mulder, Lahmoetsi en de derde komt van Jeremy de Graaf. GVVV dat in de tweede helft afstand neemt van Linde en wint met 3-0. Okay.